Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Doris van der Linden. Kijk, vooruitdenken moeten we allemaal, maar zeker in de financiële wereld. Ik ben hier vanochtend op een ontbijtsessie samen met heel veel hypotheekadviseurs waar we vooruitkijken naar de kansen in de markt. En dat doen we samen met Aegon. Dames en heren, van harte welkom bij de Aegon vooruitdenksessies hier vanuit de boardroom van het FD. Wat ongelooflijk leuk dat jullie er zijn. Deze sessie is voor Aegon belangrijk omdat wij heel goed samenwerken met onze adviseurs. Dat belangrijk vinden, we willen weten wat er speelt in de markt. We willen met elkaar in gesprek over de kansen. En het is hartstikke leuk om met elkaar in gesprek te gaan over onze gezamenlijke passie. Nou, vandaag een zeer leerzame ochtend gehad bij Aegon. Wat ik hiervan heb opgestoken is met name dat we eigenlijk dezelfde uitdagingen en problemen hebben in deze markt. En dat het verduurzamen voor onze klanten de kans is voor de komende 10 jaar. Mensen willen toch besparen op de vaste lasten. En dan kan je op duurzaamheid financiering best wel het een en ander bereiken als adviseur. En ten tweede de doorstroommarkt. En dan richten we ons met name op de 55 en 65-plussers in de grote woningen. Die zouden moeten kunnen doorstromen om de categorie daaronder ruimte te geven. Wat ik het juist heel erg leuk vind, dat Aegon de moeite neemt om met de tussenpersonen dit soort sessies te houden. Dat we gewoon kunnen brainstormen en niet alleen maar eenzijdig van wat een geldverstrekker wil, maar dat ze ook goed willen luisteren naar wat wij willen. Voldoende inspiratie, energie en dat allemaal voor 10 uur 's ochtends. Ja, onze vooruitdenkers hebben hard hun best gedaan tijdens deze Aegon vooruitdenksessie. Tot de volgende.